Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Poppodium Phoenix. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van On Stage. Ik zit hier in de Sounddog met de mannen van Terradown. Hoi. Hartelijk welkom. Terradown, waar komt die naam nou precies vandaan? Terradown, ja, die hebben we ooit eens een keer bedacht. 3 jaar geleden, toen wij in deze samenstelling terechtkwamen. En Terradown, ja, waar staat het voor? Ja, als je het op zich bekijkt, Terra, dat is eigenlijk de Latijnse benaming voor Terra, aarde. Ja. En Down, ja, wat... Ja, dat was eigenlijk de teksten die we nou hebben. Zoals onze zanger dan schrijft. Het gaat echt over hoe de wereld door de mensheid kapot werd gemaakt. Of wordt gemaakt, kan ik beter zeggen. Ja, een beetje post-apocalypse. Nou, een beetje het probleem in de wereld, weet je wel. Zich, tear down, letterlijk figuurt dus dan de aarde naar beneden. De omgekeerde wereld. De shit goes down, om het even te noemen. Ja. En dat is ook wel een take, wat een ding wat iedere keer terugkomt, ook in alle teksten. Is eigenlijk van ja, de problematiek in de wereld. Van de mensen uit en dat soort dingen. En dat is eigenlijk het teken wat we hebben eigenlijk. Ja. Alright. Hele goede periode eigenlijk voor jullie. De afgelopen periode. Ja. Onder andere de Metal Battle gewonnen. Ja. Ja, die gaat nu al een andere naam geloof ik, hè? We gaan nou naar de Wacken Battle inderdaad. De Wacken Battle. En dat is dan de wereldwijde versie. Ja, alright. Ja. En die hebben jullie gewonnen. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. En wat houdt dat voor Terra daar nou precies in? Ja, ik zeg heel kort gezegd. Omhoog, we gaan vliegen. Ja. Over 5 jaar, waar staat Terradown? Over 5 jaar krijg ik... Klassieke vraag. Ja. Nou, dat is hopelijk dat, op grote podia. Ja. Realistisch gezien is het altijd nog natuurlijk in de muziekbusiness. Is gewoon, dat is, je kunt niet echt zeggen van over 5 jaar sta ik daar. Heel grappig, zeg maar. Ja, vorig jaar zaten we ook diezelfde vraag gesteld. Weet je wat? Toekomstdoel stellen. Ja. Oké. Weet je wat? Een goed toekomstdoel over een paar jaar Breda barst. Maar staan we in dat jaar nog een paar maanden later staan we Breda barst. Ja. En nu is je van ja, oké, moeten we een festival dit jaar gewoon nieuwe doelstelling pakken. Pak een kleine festival in Nederland. Ja, dan sta je een van de grotere is Baruch Open Air. En dan sta je op een van de grootste van de hele wereld. Dus wij hebben zoiets van, we stellen die vraag ook bijna niet meer. Want dus over 5 jaar gewoon iedere dag op de radio. En, precies. Gewoon om headliners op alles. Ik zeg gewoon, stel gewoon de doelstelling hoog in en zien waar het schip eindigt. Dus wanneer kunnen we jullie voor de volgende keer gaan bewonderen? 5 mei, bevrijdingspop, Haarlem. Ja. In Breda hebben we de komende tijd even niks. Nog dus daar zijn we helaas niet te vinden. Tot verdorie. Ja, maar daar waren de kamer ook al bij, dus die hebben alles gepland. Ja. Dus, Mannen van Terradown, dankjewel. Dankjewel. Ja, dankjewel. Schakelen wij over naar Rinse in Poppodium Phoenix. Ondertussen staan wij op het podium bij Easy Wonder Band. En dan ben ik eventjes benieuwd, Ilja, welk nummer gaan jullie voor ons doen als eerste? We gaan Somebody Else's Guy doen. Zijn jullie er klaar voor? Jazeker, we zijn klaar. Succes! Tijdens het paasweekend op 21 en 22 april vond alweer de 23e editie van de POB-parade plaats.
Door de vele optredens, het mooie weer en de goed gevulde terrasjes was het ook dit jaar weer een groot succes. Het is de 23e editie. Het is een muzikale kroegentocht, niet gebonden aan stijl of stroming. Die traditiegetouw in het paasweekend plaatsvindt in Breda. Is 23 jaar geleden begonnen met 7 bands en 7 kroegen op één dag. En gaandeweg is het gegroeid naar een tweedaags evenement. Waarbij we dit jaar iets meer dan 40 optredens hebben op 11 locaties. 11 verschillende locaties in het centrum van Breda. Eerst optreden was tijdens de POB rockwedstrijd en toen zijn we tweede geworden ook gelijk, dus dat was heel leuk. En ja, POB, ja, de POB parade, we willen eigenlijk gewoon de Bredaanse muziek zien steunen en vinden het heel belangrijk dat bands elkaar ook steunen. En je ziet bij de POB parade dat je toch heel veel verschillende bands en acts leert kennen en ontmoet en voor het eerst ziet spelen. En dat vinden wij heel leuk. En, het is toch een beetje een podium voor beginnende bands. En, dat is natuurlijk wel belangrijk om dat te hebben in Breda. Bij ons te gast zijn de mannen van Easy Wonderment. Mannen, welkom. Dankjewel. Ook bij jullie de vraag, waar komt de naam vandaan? Ja, een mooie vraag is dat. Even kijken, 2 jaar geleden had ik Pim ontmoet. En we gingen gewoon een band beginnen, even kijken waar het schip strandde. Maar ja, op een gegeven moment hadden we onze eerste booking binnen. En we hadden nog steeds geen naam. Dus ja, wat voor muziek spelen we dan? We spelen soul en funk. Dus eigenlijk alles wat daar tussenin zit, is natuurlijk de man Stevie Wonder. En eigenlijk hadden we zoiets van, ja, ik wil eigenlijk niet daar heel erg te veel op afleiden. Want anders is het echt een Stevie Wonder coverband. Dus op een gegeven moment kwam er gewoon het idee van, laten we gewoon een leuk woordspelletje ervan maken. En maken we het easy van. Makkelijk. En we zijn een wonderband. Ja, en mannen, waar treden jullie eigenlijk zoal op? We hebben optreden. We zijn eigenlijk begonnen om lokaal onze naam een beetje bekend te maken. En dat is aardig gelukt. In Breda hebben we vaak gespeeld in kroegen. En we proberen nu eigenlijk iets wat ruimer te pakken en te kijken naar dorpsfeesten, stadsevenementen, bruiloften, bedrijfsfeesten. En daar ligt nu de focus op en dat loopt heel goed. Dat loopt echt heel goed. Ja. Geen pinkpop ambities verder? Nee, niet zozeer. Het gaat bij ons gewoon meer om van mensen die ons boeken, die willen gewoon een mooie avond. En die willen ook gewoon geëntertained worden. En dat proberen wij gewoon het juiste aan te bieden. En hopelijk is natuurlijk ook de muziek die we maken, sluit dat aan bij hun wensen en muzieksmaak. En dat is meer onze richting waar wij naartoe willen. Is dat in 2019 tot nu toe al een beetje gelukt? Ja, het gaat nu beginnen weer. De optredens, de gigs voor in de zomer, die staan gepland. We proberen zoveel mogelijk te spelen. Maar de focus ligt nu op zoveel mogelijk boekingen, sowieso in de zomer. Want ja, dan is het de tijd voor de mooie feesten. Ja. Ik vraag ook altijd aan die bandjes, en ik vind dat altijd zelf wel leuk om te weten. Van, welk optreden is nou het meest bijgebleven tot nu toe? Oh. Nou, hebben we een seconde? Ja. Nee, voor mij was het toch wel een van de eerste optredens was het jazzfestival. Waarom? Dat eigenlijk was, het was nog allemaal een beetje nieuw. En we hadden natuurlijk met elkaar niet zoveel uren gemaakt. Maar op een of andere manier viel alles echt samen. En dat was gewoon een hele mooie energie. Hing daar ook gewoon. Iedereen die daar kwam, die kwam ook echt voor ons. Niet eens zozeer voor het jazzfestival. Dus we voelden voor ons eigenlijk een beetje alsof we in een warm bad kwamen. En dat is voor mij eigenlijk best heel erg bijgebleven. Want voor mij kwam er heel veel familie. Voor hem kwam heel veel familie en vrienden. Misschien wel meer dan 60%. Want hij woont natuurlijk wel wat verder weg. Dus dat was echt een heel warm bad. En dat is me altijd wel bijgebleven. Voor de rest gewoon andere mooie gigs. Waar je voor meer dan een paar honderd mensen staat. Natuurlijk blijft er wel bij. Maar die echt bijblijven, zeg maar. Dat was echt wel het jazzfestival vorig jaar. Hey mannen, ik wil jullie echt heel erg bedanken voor je komst naar de studio. Dan schakelen wij nu over naar de Popdokter.
Welkom bij een nieuwe aflevering van De Popdokter. Deze keer gaan we het hebben over symfonische rock. In Nederland zijn er in het genre bands als Exception, bekend van The Fifth en Tokera. Ook geen onbekende is natuurlijk Focus met Thijs van Leer en Jan Akkerman. Hocus Pocus was een van de bekende nummers dat ook op het album Live at the Rainbow staat. Klassiekers uit Engeland waren bands als Deep Purple met Child in Time, Yes met Owner of a Lonely Heart, Electric Light Orchestra met Living Thing, Supertramp met School, Queen met Bohemian Rhapsody, Emerson, Lake & Palmer met Fanfare for the Common Man, Genesis met Follow You, Follow Me en Pink Floyd met Time and Shine on You Crazy Diamond. Dit was het weer. Tot de volgende keer. Ja, beste kijkers, dit was het dan alweer voor vandaag. Onstage. Heb je nou ook een muzikaal talent, net als deze band? Stuur even een mailtje naar het onderstaande e-mailadres en misschien dat we jou in de volgende uitzending wel terugzien. Voor nu, bedankt voor het kijken en we gaan nog één keer uit met Easy Wonder Band. En Ilja, welk nummer gaan jullie voor ons doen als afsluiter? We gaan I Wish van Stevie Wonder doen. Zijn jullie er allemaal klaar voor? Zeker. Yes. Veel succes. Never only were
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Poppodium Phoenix. Breda Nu. Je weet het meteen.